Welkom bij mijn eerste weekendvlog. Ik heb vandaag les met Stanley, grondwerk. En ik ga vandaag nog vele leuke andere dingen doen. Morgen trouwens ook. Zondag weet ik nog niet wat ik ga doen. Maar in ieder geval staan leuke dingen rondom paarden op de planning. En als jullie meer willen weten, blijf dan zeker kijken. Ik ben op stal, loop nu richting het weiland, want Stanley zit in het weiland. Dus eens kijken of ik hem te pakken ga krijgen. Meestal blijft hij wel staan, maar je weet het bij hem soms nooit. Dus ga ik hem even pakken. Ondertussen vertel ik wat meer over mezelf. Zoals jullie weten, mijn naam is Willeke. Ik draag heel vaak een pet, dat heeft een reden. Ik ben een paar jaar geleden aan mijn linkeroog geopereerd. Net vliesloslating. En vooral met deze zon. Als ik dan mijn pet niet op heb, ja, dan krijg ik migraine achter mijn ogen. Dat willen we natuurlijk niet. Dus jullie zullen mij heel veel zien met een pet. Zorg als ik een beetje buiten adem ben, want het is hier nogal mul en zwaar. En mijn conditie is niet helemaal super goed. Dus vandaar, ik ben nu naar het weiland aan het lopen. Volgens mij zie ik hem al staan. Ja. Eens zien of ik een reactie van hem krijg. Stanley! Nee, zoals gewoonlijk. Ik weet al waarom hij voor mij wegliep. Hij is waarschijnlijk daar aan het drinken. Dus hij heeft gewoon dorst. Hij denkt voordat ik... Voordat ik aan het werk moet, ga ik maar even ergens wat drinken. Kijk. Gaat hij naar me toe komen of gaat hij naar de andere paarden? Stanley! Nee, hij loopt van me weg. Nou, misschien blijft hij nou... Nou, ik heb hem. Kom. Hij heeft alleen niet zo zin om mee te gaan. Hartstikke. Ik heb hem te pakken. En ja, zoals je kunt zien, Stanley, ja. Best wel aan de wat stevige kant. Dus ik ga hem even opmeten. Kijk hoe zwaar hij ongeveer weegt. Ik heb zijn voel al wat aangepast. Want hij is echt wel iets te dik. Ik heb hier een Pavo en een meetling. Even kijken of het lukt om te filmen. Want ik heb eigenlijk twee handen nodig. Kijk, dit is een hele mooie meetling. Dus ik ga het even hier neer. Kijken of het lukt. Eens zien hoeveel die weegt. Ik heb ook een keer een medelint en Harry Hors gebruikt en dan woog die 400 kilo. Maar het voordeel van deze medelint is, je kan wel inschatten. Dus hij weegt nu 463 en dan ga ik hem over een maand of twee, volgende maand ga ik hem weer wegen. Tenminste meten. En als hij dan minder is, dan weet je in ieder geval wel dat hij afgevallen is. Dus je hebt gewoon een indicatie hoe zwaar je paard weegt. Ook handig met wormenkuren trouwens, want dan weet je ongeveer hoeveel je moet doseren. Zodat je niet te veel of te weinig geeft. Dus over een maandje ga ik hem weer meten. Nu weegt hij dus 463. Ik ga dat opschrijven. En volgende maand, of over twee maanden, ga ik het weer doen. Hij was gewoon wat te dik. Ik heb het gevoel, heb ik al aangepast. Maar ik krijg geen biks meer uit de hittetiestal. Zijn kelminuten, want hij mag per uur zoveel minuten eten, heb ik ook naar beneden geschroefd. Want hij zit ook nog een aantal uren op het land. Dus hij krijgt in principe voldoende binnen. Ook al is het nu wel behoorlijk kort. Havelingen zijn van die typetjes, die hebben in principe niet zo heel veel nodig. Dus Stanley staat op dieet.
Wat ik ook nog even wil zeggen, als jij je paard te dik is en je wilt hem dat hij afvalt, sowieso is bewegen. Meer beweging, heel belangrijk. Kijk naar het voer, dat er niet te veel suikers en zetmeel in zit. Dus zoek een voer wat speciaal is voor dikke paarden of sobere rassen, zoals Stan. Hey, dat was niet, want... Pak zo. Nee. Nou, Stan, die heb je ook. Dus mijn camera trilt een beetje, dus ik pak hem eventjes, want anders ligt hij zo op de grond. Wat ik ook nog wel zeg, het is heel belangrijk dat je paard niet te snel afvalt. Want als hij te snel afvalt, dan is dat niet zo goed voor een paard. Dus je kan beter kleine stapjes dan dat hij te snel afvalt. Dus ja, dat is gewoon heel belangrijk. Nou, ik heb de les niet kunnen filmen, maar het ging echt super fijn. Stanley is nou lekker aan het eten. Kijk, daar is het eten. En dan is het even wachten tot zijn vriendjes terug uit het weiland komen. En dan mag hij terug. De detectief, hoor. Kijk, hij is lekker aan het eten. Lekker, kerel. Je hebt het goed gedaan. Ja, en dan ga ik zo meteen naar Bennington, bij de Human and Horse Academy. En ga ik bij de les kijken van mijn instructrice. Kijk hoe knap die is. Nu zie je. Zien. Die hoortjes nog naar voren? Nee, geen zin in. Het is inmiddels donker. Ik heb mijn Pixio, die ben ik aan het opladen. Dus ik ga kijken of het lukt of ik nog... ja, het rijden rondwerk, ik weet nog niet wat ik met Sterling ga doen. Ik kan filmen. Ik ben op stal. Ik heb de spullen pas gepakt. Ik film dit heel even met mijn telefoon, want mijn camera die staat op de Pixio. Dus ik hoop dat het lukt in één keer. We zullen het zien. Ik ga nu even snel Sterling pakken. Nou, mijn haar ziet er niet geweldig uit, maar ik heb heerlijk gereden. Ik heb niet zo heel lang gereden, ongeveer 20, 25 minuutjes, maar hij liep echt fijn. Ik vind het belangrijk om heel goed af te sluiten, dus vandaar. Dus ik ga nu eens even kijken of het filmen gelukt is. Oh, ik vind het last. Nou, ik heb heel even gekeken. Hij heeft niet helemaal 100%. Hij heeft me wel goed gevolgd, dat wel. Alleen de camera is nog iets te hoog ingesteld, dus je zag alleen mij en nou, Stan's benen die zwaarden niet. Sommige stukken zit hij wel heel goed gefilmd. Dus die laat ik nog wel even zien in de vlog. Dus dat is dan nog wel, nou, het is nog een beetje gelukt. Nou, Stanley heeft lekker gegeten. Nou, ga je naar Krula. Want het is toch wel gezellig als ik je gewoon het hekje open doet. Ja. Dus Liberty. Hij knappert. Liberty is 24. Hé? Ja. Wie heb ik terug? En dat is je neus. Kom. Ga eens even terug. Kom. Een hekje open. Kom, flip even terug. En daar gaat hij.
En eerst wat Stanley altijd doet, dat is wel grappig. Hij is gepoetst en wel, onze knappe zin. Hé zin? Wil je nou wel je oortjes naar voren of is er wel je oortjes naar voren? Je andere oor ook even. Nee? Geen zin in? Hey, ik heb het. Oh, ook een kusje. Lekker ding. Lekker gereden. Ja, lekker gereden. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Het is de laatste dag van de weekendvlog. En ik heb een beetje last van mijn dikke ogen. Geen idee hoe het komt. Het doet verder geen zeer. Het is vandaag even geen make-up op. Misschien komt het door de make-up. Want eigenlijk draag ik bijna nooit make-up. Ik dacht toen een keer gek. Doe weer een keer make-up op. Maar goed, gevolg is dan ja, dat mijn linker oog wat dik is. Was hij gisteren ook trouwens. Maar... dus vandaag even geen make-up. Het doet gelukkig geen zeer. Ik ga zo meteen naar een vriendin. Zij heeft een wedstrijd. Dus dat wordt wel heel leuk. En gezellig natuurlijk. Daarna ga ik naar Stanley. Nou, daar zijn we dan. Hier is deze Lien. Die is lekker aan het eten. Ze is klaar gemaakt voor de wedstrijd. Dus ja, dan gaan we zo naar het wedstrijdterrein. Nou, daar gaat ze. Waar had Stan zo de trailer in ging? Zo doe je dat. Die is niet zo makkelijk, Stan. Hup, rustig de balk erachter. Stanley had al lang naar uit gedenderd. Nou, daar zijn we dan, op de wedstrijdterrein. Dus gaat ze even aanmelden. Wel nou, mooi hier trouwens. Ze zijn bijna helemaal klaar voor. Ik ga Patricia zo meteen inrijden. En dan gaan we eens zien hoe het vandaag gaat. Het is hartstikke warm, veel vliegen. Dus, ik ben benieuwd. Die was achterwaarts voor het arbeidsstraf. FX naar
Ja, zijn we er weer? Ja, naar het huis. We gaan nu naar de prijsuitreiking, toch? Ja, we gaan de protocollen zo meteen ophalen. Ja. Rijden. Nou, we zijn ondertussen weer aan het rijden. We gaan nu naar het stal weer. Je had 100. Hoe punt had je nou? 100. 173,5 en 175,5. Nou, dat is hartstikke netjes. Beter dan de vorige keer. Vorige keer had je 165 en 170,5. En 170,5, dus we gaan de stijgerlijn in. Dus wie weet de volgende keer winstpunt. Het is hartstikke warm, dus ze hebben het goed gedaan. Ja. En nu op naar stal. Kan Davy lekker rusten. Nou, ik zit weer in mijn eigen auto. Deze lien is helemaal naverzorgd en staat weer lekker buiten in de paddock. Ik ga nu naar Stanley. Wat ook nog heel leuk is. Ik heb deze Magic Rod van me gekregen. Hij is al gebruikt, maar dat maakt niet uit. Ga ik hem lekker uitproberen en als hij me wel valt misschien, nou, koop ik ze wel. Nou, ik ben op stal. En even naar de snackbar, want we hebben heel fout een snackbar op loopafstand. Dus ik ga daar even wat lekkers halen. Ik denk een broodje ei of zo. Iets in die... Nou, ik ga hem eens uitproberen. Zoals jullie kunnen zien, het stil is wel vieze benen. Ik ga eens even kijken of ze dan een beetje schoon worden. Een beetje lastig zo poetsen. Nou, ik ga het filmen. Ik heb nou niet de picture mee, dus ik zet de camera gewoon op de bakrand. Kom, Stan. Stan heeft geen zin. Kom. Kom. Ik moet even de camera wegzetten. Ja, kom. Goed zo. Nou. Kijken of het lukt. Geen idee, maar we will see. Goed zo. Kom. Waar zie je het allemaal? Nou, staan in de plek even vergeten. Staat weer in de hitte tip. Hè? Hey jongen, tot morgen. Doei doei. Nou, aangezien gisteren het filmen niet gelukt is, ga ik vandaag lekker op buiten rijden. Dat gooi ik ook even in de vlog. Dit is Tess met Ilsa, zaaien. Hoi! En daar hebben we Chantal. Ja. Met een paard. En ik ben de kleinste. Kijk die armpjes. Nou, ze hebben er zin in. Chicken tonight. Op naar het bos. Lekker cool hier. Chantal voorop. Hey Ilse. Hey, Ilse is zagrijnig. Is hier voorop. Oh, nou Ilse, je mag zo. Oh, we gaan een heuveltje op. Mooie bos. Richting de hei. Nou, we gaan weer een heuveltje af. Kijk hoe mooi het is. Oh god, het is echt. Ja, wat wil je met deze warm? Where do we go? Nobody knows. I've gotta say, I'm on my way down. Hopelijk gaan ze niet achter ons aan, want dan lig ik eraf, want ik rij nou... Ik heb meteen de boot in mijn handen, dus ik heb mijn teugels niet vast. Tijdens